Welkom bij deze video over PKI. Allereerst wil ik eventjes een overzicht geven van hoe mijn setup is. En die zie je hier dus op het beeldscherm. Een eenvoudige router, twee servers. Eentje die heeft straks de naam, of heeft de naam CA. En de andere is een webserver en die heet Web. En je ziet de bijbehorende IP-adressen eronder. PKI, oftewel Public Key Infrastructure, heeft alles te maken met digitale certificaten. En zo'n digitaal certificaat die gebruiken we om vertrouwelijkheid, integriteit en echtheid te garanderen. Dus netwerkverkeer van server 1 naar server 2 of van client 1 naar een webserver wil je zeker weten dat dat daadwerkelijk een goede en betrouwbare en werkelijke verbinding is. En dan bedoel ik niet een verbinding of die technisch in orde is, maar meer dat de data die heen en weer gaat, dat je zeker weet dat het van een bepaalde server komt en dat je niet te maken hebt met een fake server. Maar uiteindelijk begint alles met een basis van vertrouwen. En de vertrouwen zit aan deze kant op de CA-server, de Certificate Authority, waar een basiscertificaat aanwezig is. En dat basiscertificaat dat wordt gebruikt inderdaad als een routecertificaat om daarmee allerlei andere certificaten digitaal te ondertekenen. En daarmee te zeggen van dit certificaat is waardevol, dit certificaat is echt. En dan hebben we het over die echtheid. En normaal gesproken dan ga je zo'n certificaat inkopen, leasen van een bedrijf. En ook dat bedrijf is er op basis van vertrouwen. Je moet hen kunnen vertrouwen dat ze dat certificaat daadwerkelijk goed is en dat het bedrijf betrouwbaar is, etc. Maar als je eenmaal zo'n CA hebt, en die kunnen we ook zelf gaan maken, en je hebt zo'n route-certificaat er aanwezig is, dan kan je dat certificaat gebruiken om in dit geval het certificaat van de webserver te ondertekenen. Dus het is voorzien van een digitale handtekening en daarmee ervoor zorgen dat de verbinding die uiteindelijk vanaf een client gemaakt wordt naar die webserver toe, dat die echt is. Dat die betrouwbaar is. Wat er dan gebeurt is dat er uiteraard gekeken wordt van hey, op dat ene certificaat van die webserver dat is ondertekend door een ander. En als dat allemaal in orde blijkt te zijn, dan hebben we het over de genaamde chain of trust. Dus alles is inmiddels vertrouwd onderling. En pas dan kunnen we zeggen van oké, het vinkje is groen en alles is in orde. Als je een self-signed certificaat gebruikt, zoals in dit geval wij zo meteen gaan doen, dan zullen we er wel voor moeten zorgen dat dat certificaat van die root server, dat allereerste certificaat, dat het ook op de client wel vertrouwd wordt. Nou, dat is wat ik je wil laten zien in een demo. En ik heb daarvoor die twee servers staan. En ik heb hier een server. En dat is mijn webserver, zoals je hier boven kunt zien. En die heeft dit IP-adres. En ik heb nog een server. En dat is mijn CA-server. En die heeft dit IP-adres, zoals je hier kan zien. Nou, voor de rest is er nog niets geïnstalleerd. Ik heb alleen op die CA-server ook een DNS-server geïnstalleerd met de juiste namen, zodat ik gewoon met namen kan gaan werken. Standaard wordt in deze servers de naam en de domeinnaam mediatech.lan gebruikt. En dat kan ik je laten zien, waar ik dat ingesteld heb. Als ik hier bij computernaam ga kijken en ik heb hier more, dan heb ik hier gezegd de primary DNS suffix van deze computer gebruikt mediatech.lan. En dat heb ik met de webserver eigenlijk hetzelfde gedaan. Dus ze zitten niet in een domein, maar ze maken wel standaard gebruik van die naam. Nou, we starten met de installatie van de rol die we daarvoor nodig hebben op de CA. En dit wordt dus mijn root certificate server. En ik kies hier voor Active Directory Certificate Services. Die gaan we installeren. We accepteren alle features die daarbij horen. Ik kies voor volgende. Geen aparte features ga ik installeren. Maar ik kies nog wel voor een extra role service. Ik wil namelijk straks gebruik maken van een website waar ik die aanvragen voor de certificaten kan doen. Dus ik zet hier een vinkje voor Certificate Authority Web Enrollments. Dus die vink ik ook aan. Dus je hebt twee diensten staan, de Certificate Authority en de Certification Authority Web Enrollment. Volgende, volgende, alles default installeren en ik ga installeren. Nou, deze installatie duurt heel eventjes. Wat hij zo meteen gaat doen is dus alle data die nodig is om van deze server een certificate server te maken, gaat hij toevoegen. En daarna zullen we die rol verder moeten gaan configureren. Dus we zullen straks, als dit klaar is, zullen we hierboven een melding krijgen bij het vlaggetje, bij de notifications, dat we nog een taak te doen hebben om dit verder te gaan configureren. Dus daar wachten we heel even op. De rol is geïnstalleerd. We zien hier dat er nog een configuratie nodig is. Dit venster kunnen we sluiten. Hierboven in de notificaties gaan we kiezen voor Configure Active Directory Certificate Services. Allereerst moet ik kiezen onder welke credentials ik wil gaan doen. En ik laat daar de standaard administrator staan. Ik kies ervoor om allebei de rollen te configureren, allebei de services, dus zowel de Authority als de Web Enrollment. En vervolgens moet ik kiezen tussen een Enterprise CA of een Standalone CA. Je ziet dat deze grayed out is. Ik heb geen Active Directory in het domein, dus ik kan niet kiezen voor een Enterprise CA. Dus ik laat nu de standaard CA staan. Ik moet daarna gaan kiezen of het een Root CA of een Subordinate CA is. Nou, dit is mijn eerste Certificate Authority in het domein of in het netwerk, dus ik kies voor een Root CA. En ik laat een nieuwe private key genereren. Welke provider ik wil gebruiken? Nou, ik laat die van Microsoft in dit geval staan. Ik kan nog kiezen voor een andere keylengte. Hoe meer bits ik hier toevoeg, hoe moeilijker de encryptie te kraken is. Maar ook hoe meer resources er nodig zijn om alles te verwerken. En hier gaan we een naam opgeven. Nou, ik houd bij een simpele naam. En ik noem hem gewoon CA. En ik kies voor volgende. En daarna moet ik gaan kiezen hoe lang is dat certificaat, dat root certificaat dat ik nu aan het maken ben, hoe lang is dat geldig? Nu staat hier 5 jaar en ook dat laat ik voor deze demo gewoon staan. De plaats waar de logfiles op geslagen worden, laat ik ook eventjes default. En ik kan nu nog één kiezen om te configureren. Nou, dat ging heel snel. En je ziet dat bij beide de configuratie geslaagd is. Dus we gaan naar Close. Vervolgens heb ik dus een root CA die gemaakt is. En ik vind hem in mijn Tools menu. Gaan we die terugvinden. Hier, Certificate Authority. En hier zie je de management console daarvan. Die hebben we straks nodig. En hij heeft ook de IIS geïnstalleerd. Want die web enrollment gaan we dus doen via een website. En je ziet dat de default website dat die is aangepast. En die heeft een naam gekregen. Die heet Cert SRG. En onthoud die naam, want die hebben we straks nog eventjes nodig. Nou is het zo dat we nu een beetje in een kip-ei verhaal bezig zijn. Want in principe zou deze server dus een certificaat nodig hebben die ik moet aanvragen. Maar ik heb de configuratie nog niet helemaal afgerond. Omdat ik nu op een Windows 2019 server zit en ik ga hier kijken bij servercertificaten. Dus ik heb hier links mijn server geselecteerd en dan heb ik hier servercertificaat. Als ik daar dubbel op klik, dan zie je dus dat er al een certificaat is toebedeeld. Dat komt omdat ik die Certificate Authority heb toegevoegd, dat die geconfigureerd is. Dit is niet op alle Windows server versies hetzelfde. Dus check altijd eventjes of dat certificaat hier wel aanwezig is. En als dat niet het geval is, dan kan je hier een zogenaamd self-signed certificaat aanmaken. En dan voeg je hem alsnog toe. Nou, we gaan overschakelen naar de webserver. Die hebben we hier. En ik zie dat die wat klein te zien is. Dus ik ga eventjes de resolutie wat aanpassen. Zo, dan is het wat makkelijker te zien. En hier heb ik dus de IIS Manager al geïnstalleerd staan. Dus ik wil hier straks ook een certificaat aan gaan koppelen om deze default website, waarvan de bindings nu nog alleen op HTTP staan, hier wil ik een HTTPS van kunnen maken. En dus ik wil een certificaat hebben wat ik hier aan koppel. En vervolgens wil ik dat certificaat gaan gebruiken om hier HTTPS te kunnen gaan gebruiken. Nou, daarvoor gaan we dus inderdaad naar de server. Die heet Web. En de Web heeft hier ook een servercertificaat nodig. En we gaan een zogenaamd Certificate Request maken. Hier zien we daar de link Create Certificate Request. En dit moeten we goed invullen. Wat belangrijk is, is dat alle gegevens straks in dat certificaat kloppen. Dus de naam hiervan is belangrijk. Hoe gaan we straks deze webserver benaderen? Nou, in mijn geval zal ik de naam web gaan gebruiken. Dus mijn common name wordt hier ook web. Als er straks een mismatch is tussen deze naam hier en de naam wat in het certificaat staat, dan zal je daar een foutmelding op krijgen. Nou, we gaan de rest van de gegevens eventjes invullen. Dit is het bedrijf Mediatech. We vragen het aan voor de IT-afdeling. We zijn gevestigd in Rotterdam. Dat ligt in Zuid-Holland en we zitten in Nederland. Even checken of alle mijn gegevens goed zijn. En als dat in orde is, dan kunnen we klikken op Next. Ook hier kunnen we kiezen welke provider en welke bitlengte we willen. Ook voor de demo laat ik dat standaard staan. Ik kies volgende. En ik ga het request opslaan. En dat doe ik eventjes voor het gemak op mijn desktop. Ik ga het een naam geven, dat bestand. Je ziet dat hij een txt-bestand vol zal gaan maken, die op de desktop wordt opgeslagen. Als ik dat bestand ga bekijken, wat op mijn desktop staat, dan zie je dat daar heel veel gegevens in staan en dat het niet meer te lezen is wat voor een request dat is. Ik ga dat hele bestand gaan we straks kopiëren en gaan we gebruiken voor onze aanvraag. Maar eerst gaan we eens kijken, we gaan een browser openen en ik ga eens naar HTTP en dan naar mijn CA-server toe. En dan zie je dat inderdaad de website daar draait. Dit is dus de andere server. En als ik daar dus invul cert srv, dat was de naam van die speciale site die aangemaakt was, dan zie ik dat ik deze kan openen en dat hij de mogelijkheid geeft om een aantal taken uit te voeren. En ik kan dus straks mijn request hier invullen. En je ziet hier dat ik ook de status van een aangevraagd request kan bekijken. En ik kan hier een CA-certificaat downloaden, de Certificate Chain of een CRL. Nou, in dit geval hebben we allereerst nodig de download CA-certificaat. Want als we straks onze aanvraag laten ondertekenen, digitaal laten ondertekenen door die CA-server, dan moet hij ook wel die CA-server vertrouwen. Dus we gaan allereerst zorgen dat die server straks ook vertrouwd is. Dus we gaan het certificaat van de CA-server gaan we downloaden. Nou, we hebben er maar eentje, dus die kunnen we hier aanklikken. En we gaan hier download het certificaat. Die gaan we even opslaan in mijn downloads. En dat is gedaan. Dus de folder open. Dan zie je hier het certificaat staan. Voor het gemak zal ik eventjes de filename extensies op aanzetten, zodat we die ook zien. En die eindigt dus op .cer. Als ik deze rechtsklik, kan ik kiezen om dat certificaat te installeren. Nou, vervolgens krijg ik de vraag of ik dat voor de huidige user alleen wil doen of voor de hele computer. Nou, dit is natuurlijk veel makkelijker om dat meteen voor de hele computer te doen. Dus ik kies voor local machine. Volgende. En ik ga aangeven waar ik dat certificaat opgeslagen wil hebben. In welke certificate store. Door te browsen kan ik kiezen in welke store ik dat wil hebben. En in dit geval zeg ik van ik wil dat dit root certificaat vertrouwd wordt. Dus ik ga hem opslaan in de Trusted Root Certification Authorities. De volgende. Finish. En die import is succesvol geweest. Nou, ik wil natuurlijk ook even zien of dat gelukt is. Dus ik ga naar mijn command prompt en ik open daar eventjes een nieuwe management console. En in deze management console, ik zal de rest eventjes verkleinen, zodat die daar geen last van hebben. In deze management console voeg ik een snap-in toe. En dat is de snap-in certificates. En ook hier wil ik dat voor mijn user account. Nee, dat wil ik voor het computer account. Voor de huidige computer, ja. En vervolgens kan ik deze openen. En zie ik al die certificate store mappen zie ik hier staan. We hadden gekozen om in een trusted root certification authorities te stoppen. En als het goed is vinden we hier dus nu onze CA terug. Nou, je ziet meteen een aantal andere die standaard al erin staan, die al door andere partijen vertrouwd worden, zoals bijvoorbeeld GlobalSign en zoals VeriSign en zoals Symantec, etc. Er zitten er meerdere in, maar ook onze CA vinden we hier terug. Dus dat is helemaal goed. Ik kan hier ook deze console eventjes opslaan, zodat ik hem vaker kan gebruiken. Dan kan ik hem hier openen. De volgende stap, nu we het root certificaat geïnstalleerd hebben, gaan we dus dit request indienen. Dus ik kopieer alle tekst, dus ook dat begin en het eind helemaal. Dus ik kan ook Ctrl-A doen en dat dan allemaal selecteren. En ik kopieer deze tekst. En ik ga opnieuw naar de website toe. Ik kies hier voor Request Certificate. Vervolgens Advanced. En dan hier de onderste Submit a Certificate Request. In dit veld plakken we de tekst die we net gekopieerd hebben. Dus dat is de inhoud van dit request dat we gemaakt hebben. En dat gaan we toevoegen. Nou, we hebben een ID gekregen en hij zegt kom maar eens een keertje terug om te kijken of het toegestaan is. Nou, wij zijn zelf de beheerder van alle servers, dus dat is makkelijk. Dus ik schakel nu eventjes over weer terug naar de CA-server. Ik open hier de Certification Authority. En ik zal hier bij Pending Request, vind ik dus de aanvraag die ik net ingediend heb, vind ik hier terug. Als ik deze aanklik en ik kies voor All Tasks, kan ik deze toekennen of weigeren. Nou, in dit geval ga ik hem toekennen. En je zal zien dat hij nu hier bij Issued Certificates, dat hij hier aanwezig is. Dit is het certificaat wat nu uitgegeven is door de CA aan de webserver. En je ziet hier dat certificaat, dat path, die Chain of Trust, zien we hier ook terug. Dus als we nu weer teruggaan naar de webserver. En ik ga terug naar de website Home. En ik kies nu voor View Status. Dan zie je dat mijn toegekende certificaat, dat ik dat hier terugvind. En dat ik hem hier kan opslaan. Nou, ik wil het gaan downloaden. En ik kies ervoor om hem ook hier in de map met downloads op te slaan. Maar je ziet dat deze heet cert.new.cer, dus ik wil er eventjes een duidelijke naam aan aangeven, dus ik noem hem eventjes web. Dan weet ik tenminste waar hij vandaan komt en hij wordt opgeslagen in downloads. Nou, als ik dat gedaan heb, dan heb ik dus hier dat certificaat nu staan. En die ga ik gebruiken in IIS om de website te beveiligen. Dus deze twee kan ik afsluiten. Ik ga terug naar mijn IIS Manager. En op die default site gaan we dat straks toepassen, maar ik ga eerst terug naar die web. Ik ga terug naar de service certificaten. En dat request wat ik gedaan heb, dat ga ik nu afronden. Dus ik ga nu kiezen voor Complete Certificate Request. Ik browse hier naar de plek waar het certificaat is opgeslagen. Ik heb hier een web genoemd, zodat die anders is dan die vorige. En ik kan hem een naam geven. En ik noem hem web. Er is geen personal, want ik wil hem gaan gebruiken voor webhosting. Dat is het doel van mijn certificaat. Dus nu zie je dat het certificaat is toegekend. Als dat gebeurt is, kan ik naar mijn default website. En ik kan de bindings gaan aanpassen. Als ik deze aanklik en ik wil deze wijzigen, kan ik hier nu niet kiezen om er HTTPS van te maken. Dus ik moet hem eerst eentje toevoegen. Ik kies hier voor HTTPS. En vervolgens kan ik hier het certificaat wat we net gemaakt hebben en wat goedgekeurd is, toevoegen. En dan heb ik zowel een HTTP als een HTTPS verbinding. Nou, als het nou goed is en we zouden de browser gaan openen en we gaan naar HTTP web. Dan zien we hier onze IIS Information Manager. En op het moment dat ik hier een S van maak, en ik blijf op dezelfde server gaan, zou dat ook gewoon moeten werken. Je ziet nu wel het verschil dat nu hier een slotje erop zit. Dus zonder de S zien we hier het slotje niet. En met de HTTPS zien we hier het slotje wel. Als we het certificaat gaan bekijken, kunnen we ook zien hoe dat eruit ziet. Het is eigenlijk hetzelfde certificaat als we net op de andere server ook gezien hebben. Het is toegekend aan de web, uitgegeven door de CA. Het heeft een bepaalde tijd waarin het geldig is. Hier zien we al die gegevens die we ingevuld hebben, welke algoritme en door wie en wanneer, etc. En we zien uiteraard het certification path terug. Dit certificaat is ondertekend door de CA en omdat er in de store van deze computer staat dat deze CA vertrouwd is, vindt hij het prima dat deze CA dit certificaat ondertekend heeft. De hele chain of trust klopt. Wij kunnen HTTPS gebruiken. De laatste stap die ik nog wil laten zien is dat je natuurlijk er ook voor kan gaan kiezen om bij de bindings die HTTP überhaupt te verwijderen. En je zou ook nog hier kunnen zeggen dat je bij de SSL settings dat je per se SSL moet toestaan. Dus als we dat nog eventjes gaan testen, dan zou dit gewoon moeten werken. Want we hebben een HTTPS-verbinding en op het moment dat ik die S weer weghaal, dan zal het waarschijnlijk een cache dingetje zijn waarom die nog werkt. Nee, bij vernieuwen geeft hij al aan dat het nu niet meer mogelijk is. Dus ik heb hiermee afgedwongen dat deze verbinding alleen over HTTPS plaats kan vinden. Nou, ik hoop dat dit een zinvolle video voor je was en dat je er wat mee kan in je opleiding. Succes en tot een volgende video.